dat komt van een onderzoek wat we gedaan hebben. Een onderzoek naar groen, groen in krachtwijken. Ja, er zit eigenlijk al krachtgroen in. We hebben in dat onderzoek geleerd dat groen niet alleen fysiek veel waarde kan hebben in een wijk, maar dat het ook sociaal heel veel waarde kan hebben in een wijk. Nadat we het krachtgroen onderzoek hadden afgerond, waren de resultaten eigenlijk werden goed ontvangen door de opdrachtgevers. En toen zijn we eigenlijk gelijk gevraagd om aan de slag te gaan. En we waren een groep losse ontwerpers. En toen zijn we eigenlijk een collectief gestart en met opgaven aan de slag gegaan. En we zijn een beetje een dynamisch collectief met een harde kern van 3 personen. En ja, multidisciplinair, dus stedenbouw, landschap en architectuur. We zijn een collectief, dus we zitten op meerdere plekken. En dit is dan mijn plek. Want we zijn zelfstandige ondernemers allemaal. Dus we hebben verschillende hotspots. En ja, we merken dat op elke plek gebeurt er heel, heel erg veel. En op deze plek in Rotterdam is, ja, ik vind zelf dan dit een hele fijne plek, want er is hier ontzettend veel te doen. Rotterdam heeft zoveel open plekken en gaten. Dit is echt een goede plek om iets te doen. En ik denk, doordat we hier zitten, hebben we ook een van onze opdrachten gekregen hier in de wijk, op Buurtbruis. Zo gebeurt er eigenlijk op elke hotspot of waar een van ons zit, ja, gebeurt er wel iets. Ik denk dat we bekend zijn van ons krachtgroenonderzoek. Daar zijn we in ieder geval mee begonnen. En vervolgens hebben we project Pure Polder gedaan. Dat is een schiefeenpolder. En een visie ontwikkeld met functioneel groenonderzoek. In verschillende steden in Brabant en België. Hoe groen gebiedsontwikkeling aan kan jagen in oude industriegebieden. En ik denk nu veel bekend rond Buurtbruis in Rotterdam-West. In dat project zijn we hebben dat al een jaar lang gedraaid, dus veel mensen in de wijk kennen dat natuurlijk. En we zijn ook de complimenten aan het uitdelen met Buurtbruis, ook buiten Rotterdam-West. Daarmee laten we ook zien dat we er zijn. En wat Buurtbruis doet, is dat Buurtbruis de groene initiatieven verbindt en ook stimuleert om verder te gaan, complimentjes uitdeelt. En we hebben nog een nieuw project wat net is begonnen, de groeituinen in Dordrecht. Dat loopt net, maar daar horen jullie vast meer over. Ja, wat eigenlijk een speerpunt is, is dat je de leefkwaliteit in de stad verbetert door middel van de openbare ruimte en dan vooral door middel van groen. Want ja, allerlei onderzoeken wijzen uit dat groen echt de sleutel is tot een leefbare leefomgeving en ook een economisch rendabele leefomgeving. Wat we heel inspirerend vinden altijd zijn groene aanjagers. Als je eigenlijk ziet dat een gebied aangejaagd wordt door groen, dat groen als middel werkt om het gebied te verrijken. En je ziet het op verschillende schaalniveaus. In New York heb je de High Line. Ik denk dat heel veel mensen dat wel kennen. Dat is een particulier initiatief waar heel veel mensen aan hebben bijgedragen. Maar de stad is daar, ja, die High Line is echt vergroend door de mensen zelf. Je hebt ook in Los Angeles Ron Finley. Zo'n man die komt echt uit de ghettos van Los Angeles. Maar die heeft met stadslandbouw ook eigenlijk de wijk verrijkt. Maar vooral sociaal heeft hij het daar opgekrikt. Een van mijn meest favoriete plekken, eigenlijk al het groen, maar een van mijn meest favoriete plekken zijn de tuinen van de Bloemenhof Basisschool in Rotterdam-Zuid. We hebben daar afgelopen jaar ook een project gedaan in de Bloemenhof om te kijken hoe de wijk vergroend kan worden. En daar hebben we de workshops hebben we gehouden op de Bloemenhofschool. En dat is een project van Henk Oosterling en de directeur van de Bloemenhofschool om door middel van moestuinen en prachtig aangelegde natuurspeeltuinen de kinderen de waarde van de leefomgeving te laten ervaren. En ook gewoon om een mooie leefomgeving voor de kinderen en de ouders en de omwonenden te creëren. En ja, het is echt een droomplek. Echt fantastisch, ja.